Ja, ik was wel direct van het eerste jaar dat ik prof werd, heb ik me toen een powermeter aangeschaft. Ik heb daar altijd in geïnvesteerd, zeer zeker. Als klassementsrenner was hij natuurlijk heel erg gefocust op goed bergop kunnen rijden. Goed lang bergop kunnen rijden, ook een goede tijd te rijden. Dus zijn trainingsprogramma bestond er in het verleden vooral uit op heel veel omvang draaien. Veel training op de tijdritfiets. Nu zijn we meer de richting aan het gaan van eigenlijk zullen we zeggen richting klassieke renner. En dat houdt in dat hij wat meer intensieve, korte intensieve trainingen doet. En dat we wat minder gefocust zijn op die hele grote omvang. Ik denk dat de tijden waarin wielrenners, zeg maar, die heb ik ook meegemaakt, dat we gewoon gingen fietsen, zeg maar, met z'n allen. Nou, die tijden zijn een beetje geweest. Tegenwoordig is training, ja, de wielersport is enorm geëvolueerd en alles is veel wetenschappelijker geworden. Dus omdat het niveau zo hoog is dat je niet meer gewoon lekker rond kunt fietsen. Nou ja, kijk, deze verandering is denk ik vooral geweest om nieuwe impulsen te krijgen. En daar ben ik altijd naar op zoek geweest. Die specifieke intervaltraining is meer gedraaid naar een nog iets kortere training. Maar wel korte blokken, zullen we zeggen 30 seconden, 1 minuut, 2 minuten. Aan een heel hoge intensiteit. Waarin die steeds boven de 800 watt gemiddeld uitkomt. Daarna neemt hij even rust. En dan herhaalt hij dat nog een keer, waarbij hij zijn laatste blokje ook nog even boven de 1000 watt schiet. Ook de trainer heeft zo zijn eigen stijl. Tot nu toe gaat het heel erg goed. Daarbij is het natuurlijk nog altijd gewoon, rij je op wattage en ben je met bepaalde dingen bezig. Maar ja, ik ben wat meer op beentempo weer gaan rijden. Dat gaat eigenlijk heel erg goed. Daar voel ik me goed bij. Bergop natuurlijk ook richting deze Tour is toch wel iets meer nadruk op komen te liggen. Op het moment dat je zeg maar dit trainingsprogramma gaat doen met hem, dan train je toch echt voor een ander type wedstrijden dan wanneer je traint zoals we in het verleden deden. Dus, en dat is ook logisch, want je traint met specifieke doelen in het vooruitzicht. En het was heel lang voor Robert het doel om echt een goed klassement te rijden in een grote ronde met de wereldtop. En dan past andere training bij dan de trainingen die we nu doen. Uiteindelijk is het daarom te doen. Als jij met een groep jongens hier aan de start van de Tour staat, dan moet je als ploegleider weten, die jongens zijn er klaar voor. Want we weten dat Primoz Roglic dat kan, Steven Kruiswijk kan dat en Geesink en Tolu kunnen dat. Dus in de bergen kunnen wij dat van die jongens verwachten. Omdat we weten dat ze dat niveau hebben.